Dit is Tim. Tim zit op school. Hij is daar om te leren, want hij gaat later een belangrijke rol spelen in onze samenleving. Als boer, arts, leraar, astronaut of misschien wel als een boswachter. Maar wat Tim later ook gaat worden, eerst heeft hij, net als alle andere kinderen, een goede ontwikkeling op school nodig. En dat lukt het beste als Tim zich veilig voelt op school. Zo veilig dat hij zichzelf kan zijn, zich kwetsbaar kan opstellen. Hij moet het gevoel hebben dat hij erbij hoort, dat hij gezien en geaccepteerd wordt. Kortom, dat Tim Tim kan zijn. Wij als onderwijsprofessionals zijn daarvoor verantwoordelijk. Daarom werken we zo hard aan zijn sociale veiligheid. Dat gaat veel verder dan alleen het tegengaan van onveiligheid. Tim heeft bijvoorbeeld ruimte nodig om zijn grenzen op te zoeken. Hij moet in een veilige omgeving fouten kunnen maken en daarvan kunnen leren. Zo leert Tim om verantwoordelijkheid te nemen. Op 1 augustus 2015 is de wet Veiligheid op school ingegaan. Deze wet verplicht de school van Tim en alle andere scholen in primair, voortgezet en speciaal onderwijs om 3 dingen te doen die zorgen voor een sociaal veilig klimaat. Zo is de school van Tim goed in het oplossen van ruzies en conflicten. Daar leren de kinderen hoe een ruzie de volgende keer voorkomen kan worden. Ook moeten de scholen de veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren. Daarom vragen we Tim en zijn klasgenoten elk jaar hoe ze het vinden op school. Dan wordt duidelijk of het beleid de beoogde uitwerking heeft. Mevrouw Snoei coördineert het anti-pestbeleid bij Tim op school. En wordt er iemand gepest, dan kunnen Tim, zijn ouders of zijn klasgenoten altijd terecht bij meneer De Wit. Scholen kunnen van elkaar leren en elkaar inspireren. Bezoek daarom onze website en bekijk de filmpjes waarin verschillende scholen korte uitleg geven over hun aanpak. Die werkt op hun school, voor hun leerlingen en leerkrachten.